Wie van deze 80 meiden gaan door naar de Miss Overijssel verkiezing 2011? In de Luxor bioscoop op het Boreelplein is afgelopen zaterdag een castingdag gehouden. Voor deze ronde hadden zich 250 schoonheden uit de provincie aangemeld. Hiervan zijn er ruim 80 geselecteerd voor deze dag. 'S Ochtends kreeg elke kandidaat een minuut om haarzelf voor te stellen aan de jury. Ik ben heel erg sociaal, kan met iedereen omgaan. En omdat ik gewoon een verfrissend kort kopje heb. Uiteraard was er ook een bikini-ronde. Ik ben Brenna Helms. Ben je onder de zonnebank geweest? De jury beoordeelde de dames op allerlei punten. Ja, hoe kun je nou een panty aandoen dan? Nee, maar elegant en andere kleuren. Ah ja, doe uit. Nou, naast de leeftijd en de maten natuurlijk is een mis meisje die in elk geval heel welwillend is om allerlei verhalen aan te horen. Sociaal is, met iedere laag van de bevolking om kan gaan. En iemand is die makkelijk om mee te werken is. Dus het uiterlijk is niet alleen belangrijk? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Kijk, het uiterlijk is de basis. En als die mooi is, dan kijken we natuurlijk verder. En verder, dat is best wel een behoorlijk pakket wat je moet hebben als een mis. Want als mis moet je met iedere laag van de bevolking om kunnen gaan. En je moet ook met ieder intelligentieniveau aan kunnen passen. En dat vergt nogal iets van een meisje, absoluut. Van het stereotype beeld van haat, nijd en jaloezie in de modellenwereld was in Deventer niets te merken. De jury en de begeleiding probeerden de meiden te laten ontspannen en op hun gemak te stellen. Zorg gewoon dat je meteen goede houding aanneemt. Doe het op je best. Vanmiddag komt de officiële training. Dus nu gewoon wat je gevoel in. Ja. Een van de deelnemsters was de 20-jarige Denise uit Deventer. En waarom wil je Miss Overijssel worden? Ik wil graag de provincie Overijssel vertegenwoordigen. Ik denk dat ik representatief ben voor de provincie. Ik sta met beide benen op de grond, ik ben nuchter. Ik kan best van mezelf zeggen dat ik een beetje spontaan ben. Verder, ik doe hbo, dus ik zal ook wel wat verstand hebben. Verder, wat moet je daarop zeggen? Het lijkt me gewoon super leuk. Ja. Deze castingdag vond Denise leuk en leerzaam. Ik heb sowieso al een aantal leuke meiden leren kennen. En ja, gewoon een stukje presentatie, zelfvertrouwen. Het is hartstikke leuk om gewoon zo positief beoordeeld te worden door iedereen. Iedereen is aardig. Ja, gewoon super. Kim is heel positief over de groep meiden die hebben meegedaan aan deze casting. Nou, eerlijk gezegd is dit de beste groep missen die wij ooit hebben gehad in Overijssel. Echt, ik denk dat hier gewoon 10 potentiële missen in Nederland staan. En dat is wel uniek te noemen, absoluut. Ja, dus ik kan nog niet zeggen van dit wordt ze, maar ik heb er wel 10 op het oog waarvan ik denk, nou, die kunnen alle 10 gewoon door meteen naar Miss Nederland. We slaan Miss Overijssel gewoon over. Meiden die door het ochtendprogramma zijn gekomen, mochten 's middags aan het werk met workshops, fashionfotografie en een vragenronde. Na de ronde van afgelopen zaterdag blijven er 12 kandidaten over voor de Miss Overijssel verkiezing. Deze selectie moet nog worden gemaakt. Afgelopen vrijdag berichten wij over het feit dat studenten niet meer in de binnenstad zouden mogen wonen en tegenwoordig hun helmer moesten zoeken in Vijfhoek. De studenten kunnen gerust zijn, het was gewoon een 1 april grap. Met speciale dank aan Woningbouw BAM voor de medewerking. Snachts cultuur opsnuiven, dat is waar de allereerste museumnacht op 2 april om draaide. Zo werd er om het 12:30 op het carillon van de Lebuïnuskerk gespeeld. Musea en galerieën waren open en er waren veel activiteiten en er was een 3D-projectie op de gevel van de Waag. Verder vonden er in de Bergkerk concerten plaats van de Deventer-organist Ton Zwartkruis. Hij speelde gedurende de avond diverse keren improvisaties op de compositie Schilderijtentoonstelling van de componist Mussorgsky. De Deventer Museumnacht was een initiatief van de Deventer Musea en het evenementenbureau van de VVV Deventer. In navolging op de modeshows in 2009 en 2010 werd afgelopen zondag weer een fashionshow gehouden op de Grote Poot. Op een catwalk showden enkele modellen de stijlvolle voorjaarscollecties van de modeketens Schreder, D, Def en Miss Jones. De consument moet continu getriggerd worden om op de been te komen en naar je winkel te komen. Dus
deze tijd vergt veel inspanning van de ondernemer. En daarom is het gewoon belangrijk om zulke dingen te organiseren. De organisatie heeft niet alleen op korte termijn plannen voor de ontwikkeling van de modeshow, maar met het oog op de toekomst probeert een klein comité de ouderwetse gastvrije modedagen weer op poten te zetten. Dat betekent dat we een organisatiecomité hebben opgericht waar we op 4 plekken ongeveer in de binnenstad podia willen hebben. Waar modeshow wordt gegeven op verschillende tijden. En zodat er een weekend gewoon weer het echte modeweekend wordt. En zodat we gewoon veel mensen uit de omliggende steden hier naartoe kunnen trekken. Hoe de invulling van deze modedagen eruit komt te zien is onbekend. Maar het zal naar verwachting niet alleen bij een modeshow blijven. Aan muziek, dans, culinair kunnen we ook aan denken. Je kunt er heel veel bij betrekken, want mode is gewoon iets wat heel breed is en steeds breder gedragen wordt. Ook de kunst kan erbij betrokken worden. Dus eigenlijk kunnen heel veel actieve ondernemers hierbij aansluiten. Dit evenement zou dan in de toekomst 2 keer per jaar, in het voor- en in het najaar, worden gehouden. Waarschijnlijk gaat de eerste Deventer Modedag plaatsvinden op koopzondag 3 oktober. Deventer Musical voert aankomend weekend het historische stuk Drie Musketiers op in de Deventer Schouwburg. Ondanks het feit dat er begin maart werd ingebroken in een gereedschappenkast en daarvoor ongeveer €5.000 aan gereedschap werd gestolen. En aangezien het decor toen nog niet klaar was, was het de vraag of de opvoering door zou kunnen gaan. Maar van af- of uitstel is gelukkig geen sprake. Het verhaal over D'Artagnan, Athos, Porthos en Aramis zal worden opgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers die zich goed hebben voorbereid op de show. We sowieso flink moeten schermen, het hele jaar door. Voordat je daarmee fatsoenlijk over. En we repeteren 1 tot 2 keer in de week, soms 3 keer in de week zelfs. Dus we gaan iets geweldigs neerzetten. De muziek van Bolland en Bolland wordt overigens vertolkt door een professioneel orkest. De drie musketiers vertellen waar zij denken dat het verhaal over gaat. De belangrijkste lijn is natuurlijk de lijn van Athos die zijn liefde verliest. en daarna de liefde half weer terugkrijgt voor zichzelf. Maar zijn geliefde wordt nog niet helemaal duidelijk wat er daarmee gaat gebeuren. Dat is de belangrijkste lijn, denk ik. Of is dat een andere? Ja, de meningen zijn nogal verdeeld. Misschien als je het Richelieu vraagt dat hij denkt dat het een stuk over een kardinaal gaat die de macht wil grijpen in Parijs. Maar het kan ook zo zijn dat mensen denken dat het verhaal over D'Artagnan gaat. Daarover zijn de drie musketiers het nog niet helemaal eens. Maar dat de show een succes wordt, daar zijn ze allemaal van overtuigd. Het publiek kan een show verwachten waarin een heleboel spanning zit, waar een mooi verhaal in zit, een mooie liefdeslijn doorheen loopt. Er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel verhalen die zich afspelen op de achtergrond van het verhaal van D'Artagnan die naar Parijs gaat om zijn droom waar te maken. Speeltuin De Driehoek aan de Gooienstraat is afgelopen zaterdagmiddag getest op toegankelijkheid voor kinderen met een handicap. Dat gebeurde door de speeltuinbende van de organisatie NSGK voor het gehandicapte kind. NSGK zet zich op allerlei gebieden in voor gehandicapte kinderen. De speeltuinbende van NSGK bestaat uit een aantal kinderen met een handicap en hun ouders. Hierbij testen de kinderen de speeltoestellen of ze er goed mee overweg kunnen. Speeltuin De Driehoek doet mee aan het project, omdat het speeltuinbestuur van De Driehoek het belangrijk vindt dat de speeltuin voor iedereen, dus ook gehandicapte kinderen, voldoende toegankelijk is. Met name omdat er in de toekomst wat gaat gebeuren met de speeltuin. En zij willen de speeltuin gaan verplaatsen, opnieuw gaan inrichten. Dus wij gaan ze helpen om daar echt een hele mooie speeltuin van te maken. En dus gingen de kinderen aan het werk. Een van hen is de 11-jarige Sander Smalen uit Markelo. Sander is blind. Samen met zijn vader Henny testte hij diverse speeltoestellen op hun toegankelijkheid voor blinden of slechtzienden. Bij veel speeltoestellen zijn er geen problemen. Maar bij een speeltoestel met touwen is toch wat voorzichtigheid geboden. Er was één speeltoestel dat was met een trapje naar beneden. En dan was er weer eentje rechts van me en dan weer eentje voor me en achter. Ja, dat is gewoon niet handig, want ja... Eigenlijk zou je ook beter kunnen, je zou het beter kunnen doen met een leuning er langs heen. En dat het
gewoon wat rechter was. In totaal test NSGK met de speeltuinbende 25 speeltuinen in het land. De organisatie hoopt dat deze speeltuinen door middel van een goede toegankelijkheid voor gehandicapten een voorbeeldfunctie willen gaan vervullen voor andere speeltuinen. En we hopen eigenlijk dat scholen en dat de gemeente en dat andere speeltuinen daar een voorbeeld aan nemen. En zeggen van, hé, dat wil ik ook. Ik wil ook ervoor zorgen dat mijn speeltuin geschikt is waar kinderen kunnen samenspelen met kinderen met een beperking. De toegankelijkheidstest viel voor speeltuinen Driehoek gunstig uit. De meeste toestellen waren geschikt voor gehandicapte kinderen. Het ziet er echt goed uit eigenlijk. Een aantal dingen die vindt men altijd ongelooflijk leuk. Schommels, glijbanen, die doen het altijd heel goed. Er zijn wel wat aandachtspunten als het gaat om de toegankelijkheid van de toestellen zelf. Dat ze niet altijd goede handgrepen hebben. Dat de toestellen misschien niet altijd even goed bereikbaar zijn. Dus als je in een rolstoel zit, dat je eerst door het zand moet. Ja, dat is vrij onhandig. Maar over het algemeen is het een hele leuke speeltuin die, denk ik, op de nieuwe plek alleen nog maar mooier kan worden. En Sander die ziet ondanks zijn lichte aanmerkingen op het klimrek speeltuin De Driehoek ook helemaal zitten. Hele leuke speeltuin en ik zou er graag nog een keer komen. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.